Goedenavond. Het is weer zover. We zijn weer met een live uitzending in de Hobby Vision groep aanwezig. We hopen er weer een gezellige avond van te maken. Ik heb weer een patroontje omgezet voor jullie. Het is geen nieuw idee. Soms laat ook mijn creatieve brein mij in de steek. geen geluid. Er zit rechtsonder in het beeld zit een klein luidsprekertje. Die kan je aanzetten. En als het goed is, krijg je dan geluid. Als er een kruisje naast staat, heb je het geluid uit. Dus misschien dat het daaraan ligt. Dus even dat proberen. Nou, jullie zaten volgens mij alweer met een hele grote groep te wachten. Het is 7:30, dus we gaan van start. Ook even spieken waar ik mijn papiertjes heb gelaten. Ik ga dus vanavond een kaart maken waarbij een doosje in zit waar je een leuke verrassing in kan doen. Dat doosje zit geklemd in een kaart en je kan hem er ook uithalen als je eventueel zegt van nou, ik wil hem zo inpakken en cadeau geven. Kan natuurlijk ook. Alles kan wat je er zelf maar mee bedenkt. Maar ik vind hem ook zo erg leuk om hem neer te zetten. Wat ook nog kan is, je kan hem er ook nog schuin in zetten. Dan ook met de deksel naar voren is natuurlijk mooier. Zo, alleen dan, wacht even hoor, zo, dat kan ook, dan krijg je dus zeg maar aan de voorkant het dekseltje te zien van het doosje. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt en ook het versieren kan je naar wens doen natuurlijk, de inhoud kan je naar wens doen. Het gaat vanavond even weer om de basis. En daar gaan we maar gewoon mee beginnen. Even kijken, ik heb hem ook al voorgesneden. En misschien hebben jullie hem ook al voorgesneden, dat weet ik natuurlijk niet. Mocht het zo zijn, dan hebben jullie, als het goed is, een deelkracht van 15 bij 21. Hoe verstuur je het? Nou, dit kan je dus meenemen. Je kan het versturen, maar dan zou ik het even in een doosje versturen. Dus dan komt er iets meer qua verzendkosten bij. Maar goed, dat geef je ook niet aan iedereen zoiets. Ik had hem zelf eigenlijk, neem ik hem gewoon mee als ik een feestje heb of iets dergelijks. Ik doe geld in een doosje, lekker chocolaatje erbij. En dan in een cellofaantje, leuk strikje erom. En dan neem ik hem mee. Karin, er zit in beeld een kruisje. Oh ja, dat hoor je natuurlijk niet. Ik kan even een opmerking schrijven. De mensen die geen geluid hebben. Heb je geen geluid? Klik dan het kruisje aan. Rechts onder in de hoek. Zo. Nou, hopen dat iedereen nu geluid heeft. We beginnen met de basis. De basis was 21 centimeter bij 15. Die vouwen we dubbel. En dan heb je dus de dubbele kaart van 10,5 bij 15. Die zetten we even aan de kant. En dan nemen we de strook kaartstok of kraft of wat je ook maar hebt van 21 bij 10 en deze gaan we rillen. Nou, en de rilmaten, ik weet niet of er iemand even mee kan typen. Hey Janine, even lekker meekijken. Nou, fijn dat je weer thuis bent. Nu maar goed weer bijtanken en aansterken. Dat je ook weer lekker straks een live kan doen. Want dat is toch echt wel jouw dingetje.
Goed, we gingen de 10 centimeter kant, de korte kant, rillen. Moet ik even spieken dat ik het goed zeg. Op 1, 6, 11 en 16. Dus we gaan hem rillen op 1. Op 6. Op 11. En op 16. Nou, kijk eens, de maten staan allemaal al mooi hieronder getypt. Dank jullie wel, dames. Altijd handig voor degene die dit niet meegekregen heeft. Nou, dan gaan we hem een kwartslag draaien. En dan rillen we hem nog een keer op het lange stuk. En dat is op 5 centimeter. Je rillijn is dan dus 21 centimeter lang. Ik kan niet wachten, maar zie wel wanneer het lukt. Ja, niks forceren, Janine. Eerst aan jezelf denken. En dan komt het vanzelf wel weer dat je ook een live gaat doen. Nou, dan heb ik natuurlijk weer een heel handig kleurtje. Dus jullie hebben nu mooi even tijd om te rillen. Dan ga ik even tekenen waar straks ingeknipt moet worden. Dus ik teken even mijn rillijnen wat donkerder. Want anders dan zien jullie er natuurlijk helemaal niks van. Dat is niet echt handig. Dus ik ga hem eventjes met potlood voorzien van streepjes. Zo, dit waren dus mijn rillijnen. Op 1, 6, 11 en 16. En over zo op 5. Nou, omdat hij dus 10 centimeter breed was, maakt niet uit welke kant je nu kiest. Maar we gaan hem inknippen. En dat doen we weer net zoals ik anders altijd deed. Met een schaar natuurlijk. En die pak ik er even bij. En dan gaan we hem inknippen. Het kleine gerilde deel. Die gaan we heel ietsje schuin het rillijntje wegknippen. En dan knippen we deze schuin helemaal weg. Ik hoop dat het zo te zien is. Dat mag dus weg. Dit wordt dan het plakstrookje. Dan gaan we de volgende drie rillijnen gaan we ook wegknippen. Dus je knipt eigenlijk een heel klein puntje eruit. Tussen de vakjes. En de laatste. Nou, dat is dus ook zo bij de andere doosjes die ik al eens gemaakt heb. Ik heb dus nu één klein flapje en 8 blokjes waarvan de onderste 4 los van elkaar zijn. We gaan dit nu allemaal vouwen. Alle rillijnen gaan we vouwen. En dan hebben we, als het goed is, zometeen ons eerste doosje klaar. Het vouwen heb ik klaar. Dan plak ik hem aan elkaar. Dus je kleine flapje is je plakstrookje. Waar je mee aan het andere uiteinde mee gaat vastplakken. Even tapeje erbij. Nou, zoals jullie weten ben ik al helemaal om met de scorpaltape. Ik ben helemaal klaar met het ander eigenlijk. Ik vind dit toch wel heel fijn tape. Even zien. Nou plak ik hem aan elkaar. Zo. En dan hebben we die losse flapjes nog.
En die gaan we ook naar binnen vouwen, over elkaar heen en vastplakken. Nou plak ik twee delen wel aan elkaar, want dan wordt die bodem ook mooi stevig. Ja. Dus ik doe op één flapje aan de buitenkant doe ik een tape die beschermlaagjes eraf en dan vouw ik dan de andere overheen en dan doe ik weer op het volgende flapje tape, ook dat vouw ik er weer overheen en dat doe ik dan ook nog even bij de laatste. Zo heb je alle flapjes van de bodem eigenlijk over elkaar geplakt. En de laatste nog even. En dat heb ik dus zo gedaan, omdat degene die hem dus van dunner papier maakt, die heeft dan meteen een wat steviger bodempje. Niet dat je nou een kilo goud erin gaat doen, maar goed. Beter stevig als dat die uit elkaar valt. Nou, mijn doosje ziet er dan zo uit. Ik hoop die van jullie ook, want dan is het dus goed gegaan. En op ieder doosje past een dekseltje. En dat dekseltje gaan we nu maken. En dat hadden we, of daar hadden we voor een strookje van 7,2 bij 7,2. Nou, en waarom die 0,2? Je doosje heeft natuurlijk ook al dikte van het papier. Dat moet je ook meerekenen. Nu heb ik heel dun papier. Ik heb een dunner kaartstok gebruikt. Dus waarschijnlijk had ik het zelf wel met een 7,1 gekund. Maar heb je nou dik kraftpapier, dan mag je echt wel 7,2 doen. Omdat het anders een heel los dekseltje wordt. Dus vandaar die 0,2. Nou, die 7,2, die gaan we rillen op alle vier de kanten op 1 centimeter. Dus we gaan hem aan alle vier kanten op 1 centimeter rillen. Nou, ook dat is natuurlijk voor jullie weer niet zichtbaar. Ik kies altijd wel papier uit wat zichtbaar is. Of wat niet zichtbaar is, moet ik zeggen. Hè? Ik zal hem weer even tekenen. Ja. Wel recht doen, hè. Zo. Nou. Deze heb je dus als je hem gerild hebt. Welk soort kraft? Nou, ik heb in dit geval heb ik een kaartstok. Een wat dunner kaartstok. Maar ik hou gewoon de maat 7,2 aan. Nou, deze gaan we ook weer inknippen. En dat is bij het eerste kleine flapje knippen we een hoekje weg. Dat doen we ook weer aan de tegenovergestelde richting. Dan knippen we dus ook weer het rillijntje ertussenuit. Dan gaan we naar de andere kant. Ook daar knippen we weer het rillijntje weg in een soort driehoekje. En aan die overkant gaan we dat ook weer doen. Oh, ik heb mooi getekend naast de rillijnen, zie ik. Maar dat maakt niet uit. Als jullie het maar even kunnen zien, dan komt dat allemaal goed. Nou, ik heb er dus vier hokjes uitgeknipt. En dan gaan we de rillijnen vouwen. En je snapt het al, dat dan de kleine flapjes vastgeplakt worden onder de grote flapjes, zodat we een dekseltje krijgen. Even kijken, ik ga dat met een tapeje doen. Nee, ik ga dat met een lijmpje doen. Kleine flapjes, klein beetje lijm. Zo.
ook aandoen. En aan deze kant. Zodat we dus een dekseltje krijgen. Want niet op ieder potje past een dekseltje, maar ook op ieder doosje past een dekseltje. En zo heb ik dus mijn doosje. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben gekregen. En wat ik nou ook kan laten zien, is dat ik, wat ik net bedoelde met die 2 extra millimeters. Ik heb dus heel vrij dun papier. En ik had een doosje van 7,2. Dan had ik ook 7,1 kunnen doen, want mijn dekseltje zit nu nog vrij los. Maar ik kan er straks ook nog dikker designpapier op plakken, dus daarvoor ben ik dan ook weer ruimte nodig. Maar wil je dus doosjes maken, dan hou even rekening met de dikte van je papier. Heb je een 300 grams kraft, dan ben je echt die 2 mm voor het dekseltje extra, ben je wel nodig. Nou, dat was het doosje. Ik hoop dat jullie het ook allemaal zover hebben. Anders geef even een gil als ik te snel ga. En ik kan natuurlijk ook niet heel erg langzaam gaan, want anders is het voor onze snelle werkers weer heel traag. En die heel langzaam zijn, ja, die kunnen ook nog weer terugkijken. Wij zorgen dat die zo snel mogelijk op het YouTube-kanaal komt. En de beschrijving in tekst komt ook nog op het blog. Als het goed is vanavond, komt die er nog op te staan. Even een slokje water. Want ik hoor sommige gillen. Nou, ik zie dat ik ben klaar en ik krijg een gil. Dus het is echt weer van alles wat. Er zijn mensen die zijn heel snel klaar en... Er zijn mensen die wat langzamer zijn, maar dat geeft niet. We moeten allemaal plezier hebben aan ons werkje en het hoeft niet op snelheid te gaan. Maar goed, ik kan natuurlijk hier niet altijd heel erg langzaam blijven gaan. Ja, klaar. Goed, ik heb nu de dubbele kaart weer. Dan gaan we hem even openvouwen. En aan de binnenkant tekenen we even hulplijntjes. Nou, ik zal dat ook even met een liniaal en potlood doen. Even spieken, waar is mijn potlood? En dan even een puntje eraan, want dit is wel heel erg dik. Of heb ik nou net die... Oh, dat is de verkeerde. Dat is mijn hele zachte. Die is voor de Dutch Double Doe mallen. Bij Dutch Double Doe mallen gebruik ik altijd een heel zacht potlood. Dan hoef ik niet zo te duwen en blijven die mallen altijd beter op zijn plek. Nou, een ander potlood. Mooi puntje eraan. Nu gaan we dus even een vierkantje uit de basiskaart halen. Je legt hem dus open voor je neer. Met de vouwlijn van links naar rechts. En dan gaan we een hulplijntje zetten op 4 centimeter en 9,1 vanaf de rechterkant. Dit kan ook vanaf de linkerkant, maar dan komt je doosje aan de andere kant van de kaart te zitten. Dus op zich is het niet zo erg, maar ik doe hem aan deze kant. Dus een hulplijntje op 4 en op 9,1. Ja. Op 4, oh, ik heb mijn bureau alweer te klein, jongens. Op 4 teken ik hem af. Zo. Dan zetten we een hulplijn. En op 4 en 9, wat zei ik nou? 4 en 9,1 vanaf de buitenste rand. Dus je kan ook zeggen van ik teken op 5,1 vanaf je getekende lijn. Maar op 9,1 vanaf de buitenkant. Dus 9,1. Zetten we een hulplijntje. Hoppakee.
Ik heb nu dus twee strepen op mijn kaart gezet aan de binnenkant. Maar dit moet een vakje worden. Dus we gaan nu op 2,5 centimeter vanaf de vouwlijn gaan we ook nog twee streepjes zetten. Dus ik draai mijn kaart een kwartslag. Dan ga ik 2,5 centimeter vanaf de vouwlijn naar links meten. En 2,5 centimeter naar rechts. Oftewel op 2 en 5. Of op 0 en 5. Als die 2,5 maar aan iedere kant komt. Dus dit is mijn vouwlijn. Vouwlijn van de kaart. En vanaf daar meet je 2,5 naar links. En 2,5 naar rechts. En dan zetten we ook weer streepjes. Zodat je een vierkantje krijgt. En je raadt het al. Dat vierkantje mag eruit. Hoe jullie dat doen, weet ik niet. Dat mag met een mes. Je kan het met een schaar. Ik pak even mijn mesje erbij. En dan snijden we dat vakje, dat vierkantje, snijden we eruit. Sonja, dat maakt eigenlijk niet uit of het van links of van rechts gemeten is. Meet je het vanaf links, dan komt je doosje een beetje aan de linkerkant. Meet je het vanaf rechts, dan komt hij een beetje aan de rechterkant. Maar zolang die niet beplakt is, kan je hem ook nog omdraaien. Dus op zich is er nu nog geen man overboord, laten we het zomaar even noemen. Even mijn heftige potloodlijntjes weer weg. Leuk hè, mijn gummetje met twee speldenknoppen erin. Of met twee knopspelden erin. Daar ga ik altijd even mee door mijn door de gootjes van mijn rilsnijmachine. Dan ben ik altijd bang dat ik mijn speld kwijtraak. Dus ik heb altijd een gummetje met een paar spelden erin. Nou, is dit nog te doen? Ja, als je doosje rechts wil, dan hou je de opening een beetje aan de rechterkant. Maar je kan hem natuurlijk ook nog verder naar rechts doen. Mocht je de kaart ooit nog een keer maken, dan kan je hem nog verder naar rechts doen. Maar ik heb hem een beetje net uit het midden gedaan, omdat ik hier dan nog wat frutseltjes kan plakken. Dus daarom zit hij bij mij een beetje naar rechts. Nou, dan komt het erop aan dat er weer designpapier op moet. Daarvoor pak ik eerst even het doosje. En ik weet niet of jullie het designpapier ook al gesneden hebben. Ik doe even mijn crackelpasta erbij pakken. Even. Ik vind het zelf toch altijd wel heel erg leuk. Even, ik heb er altijd een oud kwastje voor in het potje staan. En dan gebruik ik altijd heel graag wat crackle paint langs de randjes. Ik ga hem nu niet distressen, wat ik ook heel graag doe. Dus dat je dan even met de distressen zeg maar langs die randjes gaat. Dat doe ik nu niet. Ik doe hem alleen even met de crackle paint erop. Ik ga hem even drogen met de heattool. Want ik heb nu de crackle pasta in plaats van de paint. Die is wat dikker, dus dat duurt ietsjes langer voordat hij droog is. Dus ik neem er even mijn heattool bij. Want anders dan zitten we hier zo lang te wachten op een stukje wat droog moet worden. Roelie, ben je eruit gegooid? Stoute meisjes worden eruit gegooid, maar dat doe jij toch niet? Ik was van de week met mijn dochter mee naar de kaakchirurg. En ik mocht mee naar binnen. En toen zei hij, ga jij maar. Toen mocht ik in de hoek zitten. Ja, ook zoiets.
Ja, gaat u maar even in die hoek zitten. Nou, ik dank u wel. ik heb dus het grootste stukje, wat was die ook alweer? 4,8. Ja, 4,8 bij 4,8. Die kwam dus op het deksel. Want het deksel is dus iets groter als het doosje. Oh, wel recht plak. Wacht even, zo. Die kwam dus op het doosje, 4,8. Beter pasta of paint? Nou, op zich is er eigenlijk weinig verschil in. Alleen een pasta is natuurlijk veel dikker. Dus moet ook langer drogen. En op zich heb ik eerlijk gezegd liever de paint. Maar die was uitverkocht en dan neem ik wel weer genoegen met de pasta. Dus daar red ik me dan ook wel weer mee. Dus ik, als de paint weer binnenkomt, dan heb ik toch eerlijk gezegd liever de paint. Die vind ik toch net wat, ja, wat makkelijker smeren, zeg maar. Nou, het dekseltje heeft ook nog kleine zijkantjes. Ook daar heb ik hele kleine strookjes voor gesneden. Ik dacht uit mijn hoofd 0,5 bij 4,5. Ja. Nou, dan ga ik ook lekker even een beetje krekkelpasta langs zetten. Ik denk dat ik nu maar eens even mijn, ik wil zeggen pincet erbij pak, maar nou, we blijven toch niet schoon, dus even zien. Even kijken, heb ik nog een doekie, een papiertje. Ja, hieronder heb ik nog een papiertje. Microfreubelen, ja inderdaad, dit is echt wel heel inie mini. Maar ik vond het wel leuk als daar ook een beetje papier op zat. Ja, die krekel die is onderweg, maar hij is nog niet binnen. Althans, hij was dinsdag nog niet binnen. Dus ik weet niet of inmiddels Amerika ook binnen is. Ik denk het haast niet, maar dan zal daar ook vast wel weer krekelpaint bij zitten. Want op het moment ben ik zelf ook niet in de winkel. Ik, ik wou ook heel graag een dagje thuis zijn. Ik heb twee weekjes, nee, zaterdag een week geleden heb ik geholpen in de tuin. En ben ik met coniferen aan het gooien geweest. Moet ik niet weer doen. Ik zit dus nu met blessures. Maar goed, gaat wel weer over voordat we een jongetje zijn, zeg ik altijd. Ik ga hem even droog blazen weer, want anders dan, nou, zoals ik net al zei, duurt het dan iets langer allemaal. Nou ja, dan hebben jullie natuurlijk wel weer lekker de tijd om mij in te halen, mocht je nog iets achterlopen. Ik weet niet of de dames zijn die achterlopen, of is het buitenbenen. Oh, weet je, nou ben ik helemaal wat vergeten, hè. Heb ik gewoon een nieuwe snijmaat gekocht. Om tijdens de luif te gebruiken, dat ik niet mijn hele vieze roze snijmaat laat zien. En dan vergeet ik hem er helemaal neer te leggen. Hoe dom is dat? Nou, dus de volgende keer heb ik een mooie nieuwe snijmaat. Ja, soms word je te oud voor bepaalde dingen, hè. Dat moeten we echt aan de mannen overlaten. Maar ja, goed. Dan denk je alles nog wel te kunnen. En ik moest ze over een heg gooien naar de andere kant. Want daar gingen ze dan op een kar. Nou, dat gaan we dus maar niet meer doen. Nou, dan gaan we de streepjes op het dekseltje plakken. Ja, is echt micro dit. Micro vreubelen. Nou, leuke naam. Inie mini. Inie mini had ze flatsen. Zo krijgen we weer van allerlei. Ja, erg hè, mijn snijmaat. Ja, ik vond het toch wel netjes als ik een mooie snijmaat heb tijdens een live-uitzending. Maar goed. Zo kunnen jullie ook zien dat ik hem goed gebruik, zeg maar.
Maar ik heb een mooie nieuwe. En jullie raden al welke kleur. Althans, ik denk dat jullie het wel raden. Nou, mijn laatste kleine stroopje op de zijkant. Oeps. Vind je het nou niet mooi dat die overal dus een halve centimeter kleiner is? Dan kan je eventueel ook je designpapier wat groter snijden. En dat je bijna niks meer van de basis ziet, zeg maar. Dat kan ook nog. Nee, geen zwarte snijmaat, Hendrika. Ja, zit er ook nog op. Ik zal hem even laten zien. Want ik kwam vorige week binnen. Ik denk, oh, dat is er echt een voor mij. Ja, een glazen plaat. Ja, Loes, die heb ik, hoe erg gezegd ook, die staat hier ook. Maar deze heb ik dus vorige week meegebracht. Speciaal voor de live uitzendingen. Die is aan de ene kant donker met roze. En aan de andere kant is die weer roze. Maar ik denk dat het voor het beeld, misschien deze kant nog wel zo handig is. Dat dat wat rustiger is. Maar goed, ik ben dus wat hobbymateriaal betreft. Ik heb verder niks met roze. Maar mijn hobbymateriaal in het roze vind ik prachtig. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, zo heeft iedereen zijn tik. Neem maar aan. Even kijken. Dan heb ik nog vier stukjes designpapier voor de zijkant van het doosje. Even denken, deze had ik bedacht met de tekst. Nou, die ga ik ook even voorzien van wat crackle paint. Ja, leuke snijmat, hè? Oké, toch liever de roze. Donkere niet fijn. Oké. Ja, ik heb zelf eigenlijk niet gekeken hoe die in beeld overkwam. Dus de zwarte is niet echt handig. Leuk die donker. Oh, dat is ook weer. De een donker en de ander licht. Ja. Nou, dan doen we de ene week de donkere en dan doen we de andere week de lichtere. Ik zat er een beetje moeilijk met beeld, zeg maar, welke kleuren. Oh. Alle kantjes een beetje voorzien van crackle paint. Geeft dan toch altijd net iets, ja, iets extra's, zeg maar. Je kan het ook met witte gesso doen. Dat kan ook. Dat is nog sneller klaar. Maar die vind ik, ja, moet ik zeggen, dat vind ik te, ja, zo plat. Ja, Astrid, hoort gewoon bij mij, hè, roze snijmaat. Ja. Vond zelf wel handig. Er vroeg iemand laatst waar ze het filmpje kon vinden van een of andere uitzending. En ik zei, nou, die staat wel op YouTube. Ik zal even kijken. Dus ik kijk zo bij onze video's op YouTube. Denk, oh, dat is handig, want alle filmpjes waar een roze snijmaat bij zit, dat ben ik. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb er zelf nog nooit één teruggekeken, dus maar goed, ze zijn dus allemaal op YouTube terug te krijgen. Waar is het kwastje voor en dan weer drogen? Nog nooit gedaan. Je kunt het toch direct. Oh nee, dit is het kwastje dat gebruik ik voor de crackle paint. Ik weet niet of je dat net meegekregen hebt. Ik doe met het kwastje, breng ik het, de crackle paint, of de, ja, in dit geval de crackle pasta, breng ik op. Een beetje aan de randjes van mijn designpapier. Dat is, ja, een beetje, om het een beetje, ja, vintage, crunchy, ja, noem het eens. Ja, vintage vind ik het ook weer niet, want dat is wat bruiner. Shabby chic heeft het, geloof ik. Maar goed, en dan de heat tool gebruik ik om hem even weer droog te maken. Anders dan duurt het zo lang. Een glazen snijmaat. Ja, ik heb een glazen snijmaat. Maar ik moet eerlijk zijn, ik gebruik de glazen snijmaat voor alcohol, inkt en dat soort dingetjes.
Want als je alcohol inkt op een gewone snijmaat krijgt, dan krijg je snijmaat dus ook alle kleuren. En je kan er ook rustig op snijden, alleen ja, het is niet zo mijn ding. Ja, dat is, ja, vind ik toch wel heel persoonlijk hoor, die glazen snijmaat. Maar ik heb hem dus voor de alcohol inkt. Nou, ik plak het designpapier erop. Ik zal zo even het designpapier laten zien wat ik nu gebruik. Want dat is op zich wel een heel mooi blokje. Dat is van Lemoncraft. En dit is dan, ik dacht Grow Old With Me. Even kijken. Ja, Grow Old With Me. Nou, wie weet gaan we dat allemaal samen doen. Heel oud worden samen. En dan nog steeds knutselen en live. En wie weet. Nou, mijn designpapiertjes zitten er zo goed als op. Ik zal ze even aanduwen. Oh ja, ik kan wel heel netjes plakken vanavond. Maar goed dat dit de laatste was en niet de eerste, want nou kan die er nog af. even kijken. Ja, Christa, je kan de glazen snijplaat overal voor gebruiken, inderdaad. Maar ik vind hem zelf niet zo fijn met snijwerk. Maar dan gebruik ik liever mijn fasensnijmachine. Goed, mijn doosje is beplakt. En, oh ja, ik zou het designpapier even laten zien. Dit is Lemoncraft Grow Old With Me. Er zitten, moet ik even zeggen, 24 dubbelzijdige papiertjes in 16 designs. Dus je hebt drie velletjes van ieder design. En er zitten nog in het eerste, in de omslag zeg maar, zitten ook nog wat van die leuke kaartjes. Nou, verder heeft hij houtstructuur met bloemen. Wat tekst. Hier weer wat bloemen en tekst. Het is een beetje een oranje tintje. Hij ligt ook al uit elkaar inmiddels. Doordat ik er al aardig wat tussenuit heb gescheurd. Streepjes, nou, tekstjes, roosjes. Een soort behangetje noem het maar. Iets met een roosjes en een soort klok heel dunnetjes erdoor. En dan alle figuurtjes nog eens een keer weer in lijntjes. Even kijken, ben ik dan rond geweest? Ja, deze hebben we gezien. Maar ik heb er natuurlijk ook wat uitgehaald. Er zit ook nog een houtstructuur in. Met aan de achterkant hortensia's. En had ik er nog meer uit? Even kijken, deze hadden we ook gezien. Nou, dat is dus de Grow Old With Me. Hij is ook in het groot. Dus je hebt er ook grote paperpads van. Die heb ik klaar liggen voor een album. En je hebt er ook deze nog van. Die heb ik toevallig naast liggen. Dat is de Sense and Sensibility. Die heeft meer wat blauw en roze tinten. Nou, die zal ik ook even snel laten zien. Blauwe en roze en bruine tinten. Blokjes, houtstructuur, wat bloemetjes, wat streepjes. Oh, ik sla er een over. Weer teksten met wat kruns er doorheen. Deze heeft hele mooie kanten, randjes aan de zijkant. En de blokjes en de blauwe bloemetjes. Nou, volgens mij ben ik dan rond geweest. Ja, die zitten dan ook weer drie keer in van ieder design. Nou, helemaal leuk. Ook die is in het groot. Nou, even kijken, waar zijn we gebleven? Het doosje is beplakt, althans mijne. En dan gaan we de basis beplakken. Nu zit daar natuurlijk die opening in. En ik heb daarvoor designpapier gesneden van 10 bij 14,5. Even kijken, welke had ik bedacht? Deze. En wat ik dan doe is, ik doe hem even tijdelijk op zijn plek. Dat kan je even doen met een stukje
Een tijdelijk plakband. Ik zie hier, stop maar weer. De boom is leeg. Nou, ik heb er net knopjes in, maar ik ben bang dat de knopjes weer bevriezen. Dat ook niks wordt. Even zien. Mijn designpapier plak ik even tijdelijk op de voorkant. Selena, de blokjes kosten €4,95. En dan heb je dus 24 velletjes in de kleine blokjes. En ik weet niet of ik de grote hier nog heb liggen. Zo, nee, dan moet ik iets verder weg. Maar de grote, ik dacht uit mijn hoofd €9,95. Maar zou je even op de site moeten kijken. Goed, ik dwaal weer af. We gaan dat vierkantje moeten dus uit. Dan plak ik hem even tijdelijk op zijn plek. Draai hem om. En dan teken ik door de opening dat vierkantje op mijn designpapier. Dan haal ik het tijdelijke tapeje er weer af. Je hebt ook van die apparaatjes waar je zo een tijdelijk tapeje mee kan trekken. Bestaat ook nog. Maar ik heb nu deze even bij de hand. Dus het Marianne malle tape. Dat vind ik echt het fijnste malle tape. Nou, dan hebben we dat vierkantje erop staan. Maar die wil ik graag wat kleiner hebben. Zodat er een matrandje te zien is van het vierkantje. Dus ik knip hem gewoon een beetje groter uit. Ongeveer een 2,5 millimeter. De helft van een halve centimeter, zeg maar. Knip ik hem uit. Ik kan dit natuurlijk ook met een potlood eerst even uitmeten. En dan plak ik hem zo op mijn basis. Even kijken of die recht is. Daar nog niet helemaal. Zo. Nou, een beetje krekelpaint langs de kant. Of in dit geval de krekelpasta. Toch voor een beetje het shabby look, shabby chic look. En niet in zwart, hè, Christa? Dat was niet de shabby chic van de Minty Workshop. En zo zie je maar toch, als je wat doet in je eigen ideeën, dan komt het ook vaak goed. Nou, ik blaas hem weer eventjes droog. Ja, ik vind hem gewoon leuk omdat hij roze is. Ja, verder heb ik niks met roze. In huis niet, qua kleding niet. Alleen mijn hobbyspulletjes. Ik vond het ook heel leuk dat vazen met die ponsen en zo kwam, kwamen. Die waren ook allemaal roze. Nou, en de heat tool hebben ze ook, is ook van vazen. Die is ook roze. Weet je het nog, Christa? Shabby chic in het zwart. Ja, dan zal ik het even uitleggen. Christa die was ook bij de workshop toen de Carola en Mauritius er waren. En wij maakten daar een album in een pot. En wij moesten dat allemaal voorzien van witte gesso en witte ondergrond en alles met wit. En Christa die zegt, nee hoor, ik ga voor zwart. Nou, en Carola die had zoiets van, oh, dat doe je toch niet, want dat is niet chic. Dat was geen shabby chic. Maar Christa heeft hem mooi met zwart bewerkt en hij was prachtig. Ja, en toen later, toen vond Carola hem volgens mij toch ook wel heel mooi met zwart. Dus vandaar dat we daar nog een beetje, dat ik dat nog goed onthouden heb. Nou, ik plak hem op mijn voorkant. Althans, op de voorkant van mijn kaart. Niet op mijn eigen voorkant. En ja, golden chic. Nou, het kwam helemaal goed. Het werd een schitterend album, Christa. Het designpapier aan de voorkant zit erop. En het doosje past erin. Nu moet je daar geluk mee hebben.
past hij er nou niet in. Want dan ben ik natuurlijk, is deze muts onder het geklets mooi vergeten. Het kan zijn dat je dus wat dikker papier hebt. Dat die dus niet helemaal in de opening past. Die kan je altijd nog iets groter snijden. Maar als je de opening te groot snijdt in het begin, dan is het moeilijk om hem kleiner te snijden. Dus vandaar dat ik hem best wel vrij strak heb uitgetekend. En wat ook is helpt, is het doosje draaien. Even kijken, ja, kijk, bij mij gaat hij dan nog strakker. Maar dat zal bij iedereen, omdat het papier natuurlijk bij iedereen anders is, zal dat dus bij iedereen ook iets anders zijn. In verband met de dikte van papier. Nou, ik hoop dat het zover is gelukt. Dit is eigenlijk de basis. Ik denk dat ik de binnenkant en de achterkant ook nog even ga versieren. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Even kijken. Ja, is het eigenlijk klaar? Althans, de basis is klaar. Ik zal jullie de originele nog even laten zien, die ik dus al wel beplakt heb met Minty Paper, de Birdsong. En die ga ik denk ik ook nog even aan de achterkant beplakken, maar dat weet ik nog niet zeker. Ligt eraan hoeveel tijd als ik nog weer heb, want ik ga nu ook eventjes weer plat. Maar dat komt later nog wel een keer te sprake. Waarom? Oh nee, dat had ik al verteld. Dus vandaar stop ik er nu ook mee. Ik wil jullie nog wel even wat anders laten zien. Ik heb 20 april deze workshop. En ik zou het wel heel gezellig vinden als jullie dan gezellig bij mij komen in de winkel. En dan gaan we samen deze maken. Het is het Codex van Ciaobella. Ciaobella papier. En die heeft dus ook allemaal... Ja, je kan er... recepten in doen. Je kan er dingetjes inschrijven die je dus wilt onthouden. Je kan er foto's in plakken. Allerlei hutselfrutsels kan je ermee doen. Hij heeft een hele leuke grove sluiting. En die workshop geef ik op, zeg ik het nou goed, op 20 april. Ja, Christa, hij is inderdaad heel makkelijk te versturen. Je legt hem op je tafel. Met het doosje er zo bij. En dan pak je zo'n moker. En daar sla je 3 keer mee op dat doosje. En dan past die net in de envelop. Oh jongens, ik word een beetje flauw. Nee, ik neem hem gewoon mee. Ik stop daar mijn cadeautje in. De vulling, zeg maar, geld of chocolaatjes of noem maar op. En dan doe ik een mooi een cellofaantje, strikjes en lintjes erom. En dan heb ik een heel leuk cadeautje om niet zomaar geld te geven. Nou, dit was het voor vanavond eigenlijk. Vanaf 8:30 staat de textuele beschrijving met foto's ook op het blog. Daar kan je hem nog eens rustig nalezen. Ik wens jullie een fijne avond verder en graag tot de volgende keer. Doei!